Kijk, als je nou met hem een gesprek zou hebben, ja? Zou je dan doorgaan of niet? Zou je dan nog een keer zijn nummer willen hebben? Als die aardig is en inhoud heeft. Belangrijkste dat op Jezus lijkt. Het moet niet zo doorzichtig zijn. Het moet wel een beetje interessant blijven, zeg maar. Wat zijn we nu aan het doen? Nou, ze zijn nu aan het speeddaten. Het is wel een probleem dat bij alle evenementen er eigenlijk veel meer vrouwen zijn dan mannen. Vrouwen vinden dit toch veel makkelijker, die vinden dat gewoon leuk. Wat moet een man bezitten dat dat interessant is? Een goede uitstraling. Goede uitstraling. Heeft deze jongen een goede uitstraling? Ik ben hem net tegengekomen, maar ja hoor. Ja, de meeste mensen, ik heb hier een belangrijkste tip voor speeddaten. Namelijk, ga in de goede rij staan en check gewoon voordat je bent aangemeld. Neem je de tijd om die rij gewoon langs te gaan. Belangrijkste dat hij christen is. Dat hij christen is. Ja, dat klinkt heel christelijk, maar zo werkt het wel. Ja. Op een jaartje EH heb ik geleerd dat Gods schepping en een vrouw goed naar voren komt.